Eerst even, wat bedenkt om te komen? Zoals ik zei, deze training, dat was geen tactisch of ik weet niet, maar dat was gewoon puur even voor de mensen die lang hebben gespeeld, even terug de bal voelen. Voor de rest was het meer van oké, je speelt voetbal, maar even zien van oké, wie, hoe speelt hij? Is dat echt zo snel zoals ze zeggen? Ja, voor de rest, goede training, vooral die laatste oefening, dat matchje, ik heb echt goede dingen gezien. Antwerpen representeren. Als we verliezen, we laten gaan. Hé bro, ze gaan door. Ja, maar jullie gaan niet douchen. Nee, bro. Nee, joh. Andere kant. Pepino. Only one throw you. What's that? Bouche. La verdade. Jesus, I need douche. Jesus, I'm going to douche, putain. Jesus, I'm going to douche. Dere, come to couleur. De video van vandaag af te sluiten. Zaterdag, komende zaterdag 21 mei, spelen wij een wedstrijd tegen Gent. Wedstrijd van het jaar. We gaan het laten lukken. En dit was het dan. Ik zie jullie volgende keer. Peace out. Ladies and gentlemen, it's match day. Vandaag gaan ze laten zien wat Antwerpen kan. We zijn hier nu met de coach. Yes. Hoe ziet de wedstrijd er naar uit? Wie is er op papier beter? Op papier zijn we sowieso beter. Maar zoals ik zeg, de wedstrijd wordt nooit beslist op papier. Wat op het veld besloten, snap je? Juist. Dus ingesteldheid was gewoon Antwerpen, we hebben een grote mond. Fantastisch. We hebben ook grote dingen met onze voeten. Onze voeten, voilà, dus fantastisch. Vanaf het begin gaan we direct. Ik hoor je helemaal. Gewoon hier. Ah, bij de keel grijpen toch? De eerste paar seconden gelijk. Ik hoor je coach. Thank you.
Vallend, je hebt niets te verliezen. Je bent aan verliezen. Ja, zowel, doe maar zowel. Ga maar, ga maar. No. Kijk. Drop maar. Dat zijn van jullie, hè? Dat zijn van jullie. Einde van een hele mooie dag. Antwerpen tegen Gent, 4-3 gewonnen. Bloed, zweet en tranen. Het belangrijkste is, we hebben punten gehaald. Brussel is next. Bij mezelf, matige wedstrijd, dat kan altijd beter. Tu vois. Maar we werken naar de volgende wedstrijd. Het belangrijkste is, team effort. 3 punten genomen, heb je nog iets te zeggen?
ik heb niets meer te zeggen. Hij heeft alles al gezegd. Dus, Shout-out naar Deurne Zuid, naar Ello. Naar Ello, Antwerpen in de building, Brussel. We komen op Nextop. Linkeroe. Nee, Ola, Opnieuw. Ola, ik wil niemand aantagen. Ola, ik wil niemand aantagen. Jawel. Dat is goed. Dat mensen gaan komen, hoor. Ja, dat is goed. Je moet niet forceren. Bizar. Eerst en vooral wil ik mijn moeder bedenken. En mijn vader, want door hun ben ik hier op aarde gegaan. Meneer, kom erbij. Laat topkeeper. Ciao, ciao. En ten tweede, wil ik ook mezelf bedenken. Want zonder mezelf stond ik hier niet. Ten derde wil ik ook de spelers bedenken die hebben gespeeld. Want deze dat was een zieke match. Ik bedoel, we stonden 3-1 achter. Dat is heel moeilijk. Zoals een coördinator van mij heeft gezegd, we hebben in de eerste helft Antwerpen ten schande gebracht. Maar zoals ik altijd zeg, ook bij Koelkes, hier draait het om aura. Als jij weet dat jij winnaar bent, wint jij. 2-3, 3-3, 4-3. Dat is het enige dat ik kan zeggen. Merci, seigneur.